ga naar Berlijn. Naar de Popcom. En dat is wat we gaan doen. Met beentjes. Hoeveel beentjes? 7 beentjes. 7 Nederlandse alternatieve beentjes. Onder welk motto? Onder het motto Subculture, the new sound, Dutch underground. En jij bent de baas? Ja. Nu wel. Ben je gespannen voor de komende dagen? Nee, valt wel mee. Nee, ik ben vrij rustig. Alles is geregeld. Ja, ik word eigenlijk altijd meer onrustig als ik veel tijd heb en om na te denken over of dingen allemaal wel goed gaan. Maar ik ben nu dus net een week weg geweest, gisteren teruggekomen. Dus ik had maar 1 dag en dan heb ik helemaal geen tijd om gespannen te zijn eigenlijk. Dus dat is wel goed. Timmer door? Ja. Gaat het allemaal straight? En dat is de route moet zijn. Wat ik met Subculture wil doen is meer een soort van bijdrage aan een mentaliteitsverandering zo onder Nederlandse bands en de manier waarop Nederlandse bands zich naar het buitenland toe de houding die ze naar het buitenland toe hebben en de manier waarop ze daarmee bezig zijn. Dus ik denk dat zo'n avond als dit is best belangrijk voor de Nederlandse bandscene. Wat is er gebeurd, Leon? We zijn vergeten te betalen voor het tanken. En nu? En nu gaan we terug. Om alsnog te betalen. Brave burgers die we zijn. We hadden getankt. Dus we hadden het zin om dat we zijn te vergeten om te betalen. Ah, goed. We zijn terug te komen. Ja. Meine Kollegin, ja? Ja? Hat die Säule schon reingezogen, ja? Einmal bestätigen. Gaat allemaal goed komen. Het is zo dat je al een schnell geschreven hebt. Hallo. 15 minuten. Punkt 7. 8. Kan ik met deze plaats? Now we're gonna see him relax and ride the tide. Drug running on this Panamanian schooner.
When you grope for Luna. Nee, niet. Nee. Eerste indruk? Nou, het ziet er goed uit. Ik ben blij dat het Studio 54 er echt naast zit. Want het zijn dus twee plekken waar het gaat zijn. En dit is dus een beetje de hoofdplek. En hier is ook een podium met 3B. Maar je moet wel buiten om. People that are here, that I, because what if there's like going to be tonight like two more that want to stay? Would it be easy to give me the names of people which are here and the names of people which might come that we just know as soon as they drop in that we... I don't know who, because there's a showcase that I'm organizing and there's like... Metterdam, yes. Hey, popcorn there. Yes. It's here, the entry and there. But here's the main entry, I think. Metterdam. Well, a lot of people show up for the popcorn. Wie ben je? Hester Carvalho. En waarom ben je hier? Ik ben aan het werk voor NRC Handelsblad. Ik ben hier vooral voor een stuk over hoe beginnende bands of kleine bands hun zaken tegenwoordig regelen. En mijn idee is dat omdat de grote platenmaatschappijen, of überhaupt platenmaatschappijen, steeds minder geld te investeren hebben in beginnend talent. Dat mensen het heel erg zelf moeten voor elkaar boksen en dingen regelen. En dat ze daarvoor ook hierheen komen en ook optreden. Vanavond zijn dus bijvoorbeeld Adept en Check One Two en Suicidal Birds en About treden op. En die hebben ook allemaal mensen uitgenodigd die naar hen kunnen komen kijken. Boekers die bijvoorbeeld China gaan bedienen. Dus dan hopen ze dan concerten in China te kunnen regelen. En dat is mijn onderwerp. Nee, je ziet eigenlijk niet echt muzikanten daar volgens mij. Je ziet ontzettend veel mensen die heel erg aan het druk bezig zijn met praten en regelen en elkaar met laptops muziek laten horen en met oortelefoontjes in. En het komt wel heel als een soort mierenhoop over. Het is heel bedrijvig. Ik vraag me wel altijd af wat er nou precies gebeurt. Ik heb begrepen dat er ook, er wordt niet per se heel veel deals gemaakt, maar het kan ook zijn dat het dan na een half jaar of een jaar, maar dat dan wel de kiem daarvan zeg maar hier is ontstaan. Omdat mensen hier elkaar kunnen ontmoeten en het zeer belangrijke netwerken kunnen doen. Maar geen bands dus? Hier binnen niet, nee. Hier zit echt de businesskant toch wel. En dan 's avonds in het avondprogramma kan je dus honderden bands zien optreden nu hier. En dat begint op laat, zodat de mensen eerst kunnen eten en dan weer afspraken hebben. En dan daarna kunnen ze dan nog honderden bands gaan bekijken. Pieter van Adrichem, ik ben de communicatiemanager van Buma Cultuur. En waar zijn we hier? We zijn op de beurs van Popcom in de Berliner Messe. Je hebt hier een heleboel stands
En lopen hier een heleboel mensen rond die allemaal in de muziekindustrie geïnteresseerd zijn, of die daarin in bezig zijn. Heel veel van deze stands worden gebruikt voor mensen om gewoon zaken te doen. Dat doen wij dus ook. Wij zorgen ervoor dat allerlei mensen uit de Nederlandse muziekindustrie, dat die hier gewoon kunnen gaan zitten, dat ze hier relaties kunnen ontvangen, dat ze, nou ja, je hoopt dan deals kunnen maken, maar in ieder geval dat ze mensen kunnen ontvangen en ermee kunnen gaan praten. Subculture heeft het initiatief genomen. Die hebben zelf Popcorn benaderd. En ze hebben ook nog heel andere plannen, want ze willen ook naar Barcelona en naar Engeland toe met Subculture. Maar ze hebben zelf Popcorn benaderd en ze wilden dat graag doen. De programmeur van Popcorn vond het een interessant idee. Die heeft ons toen ingelicht dat ging gebeuren. We zijn met Leon om de tafel gaan zitten van, nou Leon, wat kunnen wij doen? Hoeveel geld kunnen we hier insteken? Wat zijn handige acties om hiermee te gaan doen? Toen hebben we een plan uitgewerkt. Wij hadden op een gegeven moment wat geld om die cd van te maken. En toen hebben we aan Leon gevraagd of hij daar de bands op wilde zetten. Uiteraard, alle bands die vanavond spelen staan op de cd met één nummer. En Leon heeft er nog 5 andere bands aan toegevoegd. Er wordt artwork gemaakt door een ontwerper die voor Leon werkt. We hebben het cd'tje laten persen. En toen is die vervolgens, hebben we er een paar honderd naar Duitsland gestuurd. Naar allemaal radio DJ's en agencies. Leon heeft er nog een paar honderd afgenomen. En wij delen ze hier op de beurs uit. Dus als ze meteen die programmeur van Roskilde langskomt, dan krijgt hij van mij of van een van mijn collega's een cd'tje met het dringende verzoek of hij vanavond even langs wil komen. Dat is gewoon simpelweg zoals het gaat. Maar als je het mij vraagt, dan denk ik dat het is een soort gitaarsound waar ook veel elektronische elementen in zitten. Ik bespeur als oude man ook al wat new wave elementen hier en daar in deze band. Maar het is gewoon een hele underground ding wat er gebeurt. Laten we wel wezen, geen van deze band betekent iets in Duitsland. Dus het is natuurlijk heel interessant hoe vol het gaat worden vanavond. Dus wat je doet als je zo'n act naar voren schuift, dan probeer je natuurlijk zoveel mogelijk mensen die... Die fungeren als bakens in die Duitse muziekscene van die band te informeren. Dus ik hoop heel erg dat een paar Duitse DJ's dat die Subculture oppikken of dat die de Suicidal Birds oppikken, dat ze dat een paar keer gaan draaien. Dat andere mensen denken van, goh, dat is eigenlijk wel heel leuk. Nooit van gehoord, maar wel heel leuk. En we hopen dat in het verlengde daarvan, dat bijvoorbeeld een paar van die bands, dat de cd wordt uitgebracht in Duitsland, een paar van dat soort acties, dat zou een mooi resultaat zijn. Met moeite uit, hè? Ja. Nee. Ik vond het een beetje alsof je vader je filmt. Ja, geen idee. Het is met zulke soort dingen. Kan het alles zijn, zeg maar. Ik bedoel, er komen gewoon hele belangrijke mensen. Maar of ze jou precies wel gaan zien of precies niet gaan zien, zeg maar, dat weet je gewoon niet. Dus je moet volgens mij gewoon. Het mooiste dat het gewoon kan gebeuren is dat er gewoon een heerlijk optreden spelen, zeg maar. En dat we daar gewoon een goed gevoel aan overhouden. En dat voor de rest is het gewoon, als je mazzel hebt, dan heb je gewoon mazzel en anders niet. Ik bedoel. Nou ja, wij en kennelijk de Monon Plus en de Bout en
Dept en Aux Raus. Ik denk kennelijk, ruig, een beetje ruig, gemixt met elektrische apparaten en hier en daar een computerbliepje en dan met veel verven en energie zo het podium afgekotst. Dat en is de nieuwe sound. Wat is het mooiste wat er kan gebeuren vandaag? Dat mensen als gekken heen en weer gaan lopen van het ene zaaltje naar het andere zaaltje, omdat ze niet kunnen kiezen wat ze willen zien. Gaan jullie ontdekt worden vanavond? Tuurlijk. Tuurlijk, dan allemaal van wel. Die mannen met van die enge kaartjes op, die ontdekken ons dan. En dan volgend jaar zo spelen we alleen nog maar voor echt heel veel duizenden euro's ergens op hele grote festivals. Ja. Ja. Ja, we worden ontdekt door de liefhebbers. Ja. Door de mensen met smaak. Heb je een idee wat de popcorn is? Ja, het is een groot promotie gebeuren. Maar volgens mij is het zo groot dat meer dan de helft gewoon weer verdwijnt. Maar het is gewoon een mooie manier om Berlijn te zien als bandje en jezelf een beetje te promoten. Een mooi avontuur te beleven. Even over ET Exploring. Die gaan vannacht weer terugrijden. Oh ja. Ja. En dan morgen, hoe laat moet Joost morgen werken? 6 uur? Nee, wel. Hij kon een paar uurtjes respijt krijgen. Dus hij moet volgens mij om 11 uur aan de bak morgenochtend. En ja. We spelen als laatste. Dus tot een uur of twee. Ja, precies. Hoe is het verder vandaag? Vandaag gaan we goed. Ja. Wat heb je gedaan? Ik ben een beetje met dat gastenlijst-ding bezig geweest. Er moest toch wel even geregeld worden dat iedereen naar binnen kan. Maar dat lijkt nu allemaal in orde. En ik was hier vanaf 3 uur. Een beetje internet checken, de tijd of alles goed gaat. Ik had contact met Check One Two, die staan in de file. Dat is een beetje jammer, want die hebben de drumstel wat iedereen gaat gebruiken. Dus qua soundcheck kunnen we eigenlijk behalve adapten. Niet verder. Maar dat komt nog goed. Want, van wie is de drumstel? Drumstel is van Check One Two. En die staan in de file, die staan helemaal vast. Maar het komt nog goed. We hebben nog tot een uur of 9 de tijd. Het is nu 5:30 of zo. We'll be right back.
Goeie show. Ja. Wat was er gebeurd? File. Lang? Ja, lang. Bij Hamburg, voor Hamburg, na Hamburg. Veel werk aan de weg. Moest mijn dochtertje nog brengen, wegbrengen. Dus. Maar goed, het is gelukt. Cool. Zijn ze erbij? Bij mooie tent. Ja, leuk toch? Zeker. Heb niet. Zijn ze erbij voor de drums? Ja. Thank you. Yeah, sometimes there's trouble. Here's trouble. All right. Ik ben Bastiaan van Augsraus. Heb je vaker in Duitsland gespeeld? Ja. We zijn net, we zijn net terug van een tour met de Locust. En dan hebben we negen steden aangedaan. En in Berlijn hebben we een stuk of zes, zeven keer gespeeld. Berlijn is niet zo'n hele goede stad voor Augsraus. Ze houden hier niet zo van onze muziek. Het is een beetje te agressief voor ze. Wat heb je daar nog aan de popcorn? Nou, het is wel heel leuk. Ik bedoel, vanavond is het een soort festivaletje, dus dan het is de eerste keer dat we referentiekader zijn, zeg maar. Dus dat we als een soort Nederlandse band worden geboekt. Dus ja, en misschien dat het vanavond wel aanslaat. Maar we hebben wel een paar goede dingen gedaan hier, maar meestal houden we hier gewoon een beetje van hele saaie bliep muziek. Al heel erg lang. Ja, je doet gewoon wat je doet of zo. En als mensen het leuk vinden, dan vinden ze het leuk. Voor mij hoeven ze het niet per se leuk te vinden. Als ze het stom vinden, vind ik het ook prima. Maar we hebben gewoon t-shirtjes bij ons en cd's. Maar voor de rest is het gewoon een show als alle anderen, zeg maar. Je hebt vanochtend geen managers opgezocht om Nee. Vanochtend lag ik in mijn bed, want we hadden het een beetje laat gemaakt gisteren. Met de andere bands waren we uit geweest. Dus ik was pas om 2 uur uit mijn bed. Dus ik heb niet genetwerkt. Maar ik kan het ook niet zo goed. Dat doen we eigenlijk niet zo vaak. We hebben zo'n manager die dat dan voor ons doet, maar die is er niet bij. Die is zelf op tournee nu. Dus. Als we die mee hadden genomen, had zij misschien gegaan. Maar ja, ik weet niet of het. Ja. Nee, ik weet het niet. Go!
ja, ik denk sowieso inderdaad subcultuur natuurlijk, of tegencultuur, maar dat zijn brede begrippen. Het gaat mij voornamelijk om bands die op een hele urgente, vooruitstrevende manier muziek maken. En, grenzen opzoeken en echt vol overtuiging muziek maken. Ja, dat is iets wat volgens mij in Nederland heel lang heel weinig is voorgekomen. Dus het is altijd wel natuurlijk, maar dat begint nu meer te worden. En er zijn nu steeds meer bands die gewoon echt bijzondere dingen doen. En dat is waar ik met Supercult, ja, een soort van bindende factor in wil zijn. Leon, de organisator van Supercult. Ik heb nog helemaal niet gedacht aan dat ik zelf ook moet spelen. Maar dat is meestal zijn dat de beste optredens. Want dan zit ik opeens achter een drumstelling. Ja. Dan is de avond ook officieel begonnen, dus dan kan er ook weinig meer misgaan. Want mensen zijn binnen de band zijn. Dus dan is even een potje drummen is eigenlijk ideaal. Valt er voor de Manon Plu vanavond wat te halen? Geen idee. Nee, daar zijn we eigenlijk helemaal niet mee bezig. Dat vind ik ook het fijne aan de Manon Plu. Dat is dan een nieuw bandje voor mij. En dat doe ik nog steeds echt puur voor de muziek. En het idee was om dat te gaan doen ook om in een band te spelen waar ik gewoon niet over ging nadenken wat ik daarmee wil bereiken, maar gewoon weer helemaal terug naar de basis van muziek maken. En het grappige is dat juist door die houding er best wel veel dingen gebeuren. Of nou ja, vanavond dat heb ik natuurlijk zelf ons neergezet. Maar we hebben allemaal leuke voorprogramma's gedaan en motormuziek gespeeld. En we zijn al 4 keer op tour geweest. Dus we hebben nog niet eens iets hebben we wel iets opgenomen, maar dat is nog niet af. Dus we hebben eigenlijk nog helemaal niks. Dus dat is wel heel leuk. En ook vanavond, ja. Ik doe dit ook al een beetje te lang om dan met zo'n avond te denken dat... Dat echt wezenlijk iets kan betekenen of. Jill Sander makes her eyes black. Yeah.
Gewoon, Leon is gewoon een toffe gast die gewoon toffe muziek leuk vindt en dat gewoon op zijn eigen manier gewoon aanpakt. Vanuit gewoon een soort van liefde voor muziek, dat is gewoon heel cool. Dat is gewoon heel tof dat hij ons daar ook voor vraagt en dat we daarbij mee kunnen doen, is gewoon heel tof. Ik ben voor mij is het, kijk, voor Pieter van Aanigen bijvoorbeeld, is het belangrijker dat er één band tussen zit vanavond die toevallig wordt gezien door een leuk label en dat die band dan vervolgens leuk manier wordt uitgebracht. Maar het gaat mij niet om de band, het gaat mij om Superculture, om het geheel, om het idee erachter. Dat je naar buiten toe laat zien dat er allerlei dingen in Nederland gebeuren en dat het de moeite waard is om in de gaten te houden. En dat je langzaam een klimaat, of dat is dan het ideale eindpunt, dat er een klimaat ontstaat waardoor Nederlandse bands serieus worden genomen en alternatieve Nederlandse mensen. Dus dat zijn verschillende, maar dat maakt op zich niet uit dat wij er verschillend mee bezig zijn, want we helpen elkaar en wat dat betreft werkt het heel goed. Grope for Luna.